Douwe Bob heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop Tim Hofman, bekend van het programma Boos, John de Mol heeft aangepakt. Als voormalig coach in The Voice Kids, een productie van de Mol, vindt de zanger dat de media miljardair onterecht hard is aangepakt door BNNVARA-ster Tim Hofman, die beweerde dat de Mol geen veilige werkomgeving heeft geboden in zijn rol als producent van The Voice of Holland. In het programma Ramin in gesprek met deelde Douwe Bob zijn onpopulaire mening over de kwestie. Hij vond dat er te hard is gereageerd op John de Mol en dat hij onverdiend met de grond gelijk is gemaakt. Douwe Bob merkte op dat de Mol duidelijk niet goed wist hoe hij moest handelen in de situatie. Hoewel hij geen persoonlijk contact heeft met de Mol, vond hij dat de behandeling te streng was. Desondanks erkende Douwe Bob dat het belangrijk is om agressie altijd te veroordelen en dat het nooit de schuld van het slachtoffer mag zijn. Hij benadrukte echter ook dat het cruciaal is dat mensen kunnen aangeven wanneer er iets ongewenst gebeurt. Hij betoogde dat het niet vreemd is om te verwachten dat iemand in staat is om te communiceren wanneer iets niet in orde is. Douwe Bob wees op de heftige reacties in de discussie en gaf aan dat er streng gestraft moet worden voor dergelijk gedrag. Hij pleitte echter ook voor een focus op preventie en het bieden van voldoende middelen om ongewenste situaties te kunnen melden. Gevraagd of hij in de toekomst opnieuw coach zou willen worden als The Voice terugkeert, reageerde Douwe Bob enthousiast en zei dat hij het wel leuk zou vinden.